Stop met het smeren van zonnebrandcrème. De zon is de bron van het leven. De zon is onze vriend. Niet onze vijand. Vitamine D wordt niet door het lichaam zelf aangemaakt. Daar hebben we de zon voor nodig. Door het smeren van zonnebrandcrème kan jouw lichaam die vitamine D van de zon niet opnemen. Gebruik dus liever geen zonnebrandcrème, maar bijvoorbeeld kokosolie. Zonnebrandcrème is troep. Wij zijn echter zo ver verwijderd geraakt van onze ware natuur, dat we al die zooi maar gewoon op gaan smeren op ons lichaam. De chemische verbindingen in zonnebrandcrèmes, die worden snel via de huid opgenomen en komen in de bloedbaan terecht, waar ze inwerken op de hormoonproductie in het lichaam. Het belangrijkste ingrediënt in veel van die crèmes die te koop zijn, is oxybenzone. Deze zorgen voor veel een stroom van oestrogenen in het lichaam. Zonnebrandcrème is de oorzaak van extreem vroege seksuele ontwikkelingen bij kinderen. En het kan leiden tot borstkanker, baarmoederhalskanker en prostaatkanker. Het is troep. Er wordt beweerd dat huidkanker veroorzaakt wordt door de zon. Echter, 75% van melanoma worden ontdekt op plekken die vrijwel waar geen zon op komt. Dus in zonnebrandcrèmes zitten kankerverwekkende stoffen. Vitamine D is sterke anti-kanker en beschermt tegen vrijwel alle vormen van kanker. De zonnebrandcrèmes blokkeren de vitamine D-opname, met als gevolg huidkanker. Zonnebrandmiddel kan mogelijke huidkanker veroorzaken. Als dit te ver van je bedshow is, lees dan zelf eventjes op internet. Doe je eigen onderzoek. Zoek zelf naar dit soort informatie. Ik kan het voor je onderzoeken en ik kan de aanleiding zijn waardoor jij verder onderzoek gaat doen hierop. Dus je weet dat je voldoende vitamine D hebt genomen wanneer je huid licht verkleurd is. Dus 15 à 30 minuten per dag in de zon zitten is goed. Het ligt natuurlijk ook wel aan het huidtype dat je hebt, maar zorg dat je niet verbrandt. Dat is natuurlijk schadelijk. Dus als jij de hele dag in de zon zit, nou, ik doe geen zonnebrandcrème op, dan is het natuurlijk logisch dat het ook niet gezond voor je is. Dat snap je. Dus wanneer je toch angst voelt en wel een zonnebrandcrème op wil smeren, koop dan liever in ieder geval een zonnebrandcrème zonder al die toegevoegde vervelende troep die erin zit. Of gebruik, zoals ik al eerder zei, kokosolie. In gewone zonnebrandcrème zit titanium, dioxide, zinkoxide en nanodeeltjes. Zonnebrandcrème is schadelijk voor onze huid. Oxybenzone is een schadelijke stof welke allergische reacties en voor hormonale ontregelingen zorgt. Het is niet zomaar wat. Het is echt tinnef. Het kan zelfs de groei van een ongeboren kindje bewerkstelligen. Het belemmeren op het moment dat een zwangere hiermee in aanraking komt. Deze schadelijke stoffen die komen ook voor in gezichtscrèmes, lippenbalsems en lipsticks. Ik ben ook gestopt met de Labello
Het was een soort verslaving. En ik heb nu nog iets aan overgehouden dat ik wel eens zo doe. Dat komt omdat ik jaren en jaren labello heb opgedaan. Maar ook daar zat die troep in. Dat wist ik toen nog niet. Celschade is mogelijk. Besef dat. Dat is niet wat we willen. Zonnebrandcreme reageert op UV-straling met als gevolg dat schadelijke, gevaarlijke, vrije radicalen worden aangemaakt. En het zorgt voor vervroegde oudering van de huid. Dus je smeert je in en je huid veroudert. Zon dus voorstandig. En voorkom dat je verbrandt. Want dan hoef je ook niet bang te zijn voor de zon. De vraag blijft dan wel, waarom wordt nog steeds oxybenzone toegestaan? Voor fabrikanten om deze in producten toe te voegen. En nadat er chockerende resultaten bekend zijn van de onderzoeken in verband met oxybenzone. Waarom wordt dat nog steeds verkocht? Waarom kunnen we dat nog steeds in de winkel kopen? That's the question. Terwijl de resultaten daaruit helder, glashelder zijn. En wij denken dat we er goed aan doen. Dat het goed is voor ons huid, om ons huid te beschermen. En het tegenovergestelde is waar. Doe je eigen onderzoek. Bewust zijn is bewustzijn.